Ik wil ook niet alleen wonen. Ik ben gescheiden en ik heb geen relatie. En ik ga ook niet zoeken om een relatie te hebben om niet alleen te moeten zijn. Want dat vind ik, dat is volledig fout, vind ik. En dan dacht ik, ja, als ik nu zou kunnen samenwonen met een aantal mensen dat ik goed mee overeenkom in een leuk huis, ja, dat lijkt mij ideaal, hè. Maar de realisatie ervan, ja, dat ging niet, hè. Michelle is 50-plusser en woont alleen. En dat laatste wil ze graag veranderen. Ze wil gaan samenwonen met iemand om niet meer alleen te zijn. En dus schreef ze zich in op Homemates, een nieuw online platform van een bedrijf uit Merelbeke. Dat is een vrienden maken op basis van de gemeenschappelijke uitdagingen. En dan is de bedoeling dat je vrienden maakt en dat je dan een woning gaat delen. Maar woning delen moet er contracten gemaakt worden. Je moet goede afspraken maken, goede vrienden. Het is geen romantische relatie. Dat is absoluut niet noodzakelijk. Het moet een rationele beslissing zijn om dat samen te gaan wonen. Als je een woning gaat delen, dan kun je enorm veel... je kunt de eenzaamheid... Je werkt terug als een gezin. Vandaar dat we ook altijd zeggen, het is een gezin, een nieuw type gezin vormen. Jean-Pierre Vinke heeft zo'n 2 jaar gewerkt aan het concept, tot het platform deze week gelanceerd werd. Dat is lang, maar dat komt vooral door al het administratieve en juridische dat erbij komt kijken. Hij wil de mensen die zich inschrijven zo goed mogelijk helpen. Er zijn heel wat hindernissen, maar die wegen niet op tegen de voordelen. Maar minstens 512.000 mensen die alleen wonen in een te grote woning, een oudere woning, gezinswoning. Gigantisch veel. Hè. Er zijn meer dan 900.000 mensen die alleen wonen in Vlaanderen. Als je dan spreekt over de bouwstop en altijd maar nieuwbouw, waarom gaan we niet samen gaan wonen? Als je die kosten gaat delen, dan kunnen we bewijzen minstens €770 per maand te besparen. Met die alternatieve manier van wonen kan je misschien in je eigen huis blijven. Of je beslist om bij je homemate in te trekken. Dan kan je je eigen woning gaan verhuren of verkopen. En ook voor zulke beslissingen krijg je hulp. En daar hebben we een wooncoach voor, hè, die je ook gaat begeleiden. Eventjes wil gaan zien, hun begeleiden met de keuze die ze gaan maken. En we zorgen ervoor dat er terugvalmomenten zijn als het toch zou mislukken. Als er conflicten zijn, maar het is allemaal duidelijk afgesproken, we verwachten niet in feite heel weinig conflicten. Sinds maandag schreven al 250 mensen zich in. Homemate streeft ernaar om maar liefst 36.000 mensen te helpen. En volgend jaar gaat het project misschien al internationaal. Ondertussen wacht Michelle op de matchmaking en gaat ze op zoek naar nieuwe vrienden of vriendinnen en een nieuwe plek om te wonen. 1 of 2, ja. 2 lijkt me leuk. Toch met 3 samenwonen. Ja, dan moet het huis voldoende groot zijn. Hè. Ja, ja. Dat kan Gent zijn. Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja, graag. Ja.